Deli Zinkgraven haalde vorige week 3 punten. Maar dat kunnen er nog 8 worden als blijkt dat hij de wedstrijden van de inhaalronde volgende week goed voorspeld heeft. En daarmee blijft Joost en Aker met 9 punten voorlopig op 1. Deze week is het de beurt aan aanvoerder Marten de Roon. Oké, nou 10 moet kunnen. Geen probleem. Eerste wedstrijd zeker. NAC Utrecht. Is het op zaterdagavond, vrijdagavond? Het is vrijdagavond. Vrijdagavond, avondje NAC. Gelijk spelletje moet het. Nou ja, Vitesse Heerenveen. Dus dat is niet moeilijk. Wij gaan stunten in de Gelderdome en het Vitesse extreem lastig maken. En revanche nemen voor de thuiswedstrijd die we hadden moeten winnen. En die we hier in de laatste minuut verloren. Dus een tweetje. NEC Heracles. Heracles, betere ploeg. Beter voetballend. Die pakken daar de 3 punten. PSV die gaat hun reeks gewoon doorzetten. Die zijn sterker dan Groningen thuis en die winnen daar. Nou, een Feyenoord Go Ahead. Ik denk dat een makkelijke middag voor Feyenoord wordt thuis in de Kuip. Cambuur AZ. Cambuur is heel sterk thuis en in een eigen stadion en op kunstgras. Dus ik denk dat die voor ons ook gunstig AZ gaan verslaan. Ajax Twente, lastig, wel een leuk wedstrijdje, dus die gaan we op zondag meepakken en dat wordt denk ik een overwinning voor Ajax. Dus de competitie die wordt niet iets spannender? Nee, Ajax gaat daar gewoon thuis 3 punten pakken. Geen makkelijke wedstrijd, maar uiteindelijk trekken ze aan het langste eind. Rode RKC. Ze kraken heen in de kelder. Dat wordt een leuk potje voor wie de eventueel in degradatienood of in ieder geval direct gaat degraderen. En ik denk dat ik vind dat Roda een betere ploeg heeft dan RKC, alleen komt er niet uit. Dus ik ga voor een stuntje van RKC. Oh. ADO Zwolle. Dit wordt een prooi voor PEC Zwolle. Ja, de bonuswedstrijd voor jou deze week is één uit de Champions League. Paris Saint-Germain tegen Chelsea. Ja. Ja, Zlatan is onhoudbaar op dit moment, dus ik ga voor een duidelijke 1 voor Paris Saint-Germain. Zoals je het nu weet te vertellen, heb ik het idee, waarom geen 11 punten, joh? Er kan altijd een verrassing in zitten, maar 10 puntjes is prima. Dan staan we ook gewoon bovenaan.